Omdat Jeroen Zoetkamp met een gekneusde rib werd Jesse Bertrams ingevlogen naar Oostenrijk om daar het aantal doelmannen weer op 3 te brengen. De spelers en de staf gaan, zoals altijd, met de fiets naar het trainingsveld, inclusief een kolletje van niet noemenswaardige categorie. En zo ziet dat er dan uit. Een traject van ongeveer 1,5 kilometer, nog geen 5 minuutjes. Vanavond speelt PSV tegen Austria Wien. In 1988 speelde de ploeg ook al een keer in Wenen. PSV breekt uit via Gerrit en Van Aarle. Het is een doelpunt. De verrassing. Dat ging toen om het Europa Cup 1 toernooi. Zeer succesvol voor PSV en Rapid Wien was de tegenstander. Vanavond dus stadgenoot Austria Wien. Opvallend toch, 2 broers met de keepershandschoenen aan binnen 1 team. En vooral veel jonge spelers. Bram van Vlerken, Zagerwal, is nog geblesseerd. Maar de jeugdafdeling van PSV doet aan uitstekende promotie. Met Jordi de Wijs, Clint Leemans, Rai Vloed, Mohamed Raji. Allemaal hebben ze talent. Ze moeten uiteraard nog stappen maken. Die ervaring doen ze op het trainingsveld en in oefenwedstrijden. Zoals tegen Austria Wien of eerder St. Pölten. Een wedstrijd waarin ongetwijfeld Remco Pasveer gaat keepen. Hij doet even de groeten aan zijn familie.